Christenvervolging neemt toe en niet alleen in het Midden-Oosten en in Afrika. Ook in gebieden waar het de afgelopen jaren iets beter leek te gaan, zoals in delen van Azië, staat de kerk meer en meer onder druk. De ranglijst Christenvervolging geeft een overzicht van de 50 landen waar christenen het vaakst te maken hebben met onderdrukking, bedreiging, discriminatie en geweld. Talloze christenen betalen dagelijks de prijs voor het volgen van Christus. Hun dringende verzoek is dan ook: vergeet ons niet. Bid voor ons. Midden-Afrika. Nergens in de wereld neemt de vervolging van christenen zo snel toe als in Afrika. Zelfs in landen waar christenen in de meerderheid zijn, hebben ze in sommige gebieden te maken met buitensluiting, discriminatie en geweld. Vooral in Nigeria lopen christenen groot gevaar door gewelddadige acties van extremistische moslimgroepen als Boko Haram. Maar in heel Midden-Afrika krijgen dergelijke groepen steeds meer invloed, waardoor de spanning tussen christenen en niet-christenen toeneemt. In landen waar christenen het al jaren moeilijk hebben, zoals Soedan, Somalië en Eritrea, neemt vervolging verder toe. Het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten maakt een ongekende omslag door. Christenen in Irak en Syrië zijn massaal op de vlucht en de aanwezigheid van IS-strijders heeft een grote impact. Niet eerder waren zoveel mensen in het Midden-Oosten van huis en haard verdreven als in 2014. Christenen verlieten gebieden waar ze al eeuwenlang een belangrijke rol speelden, zoals Aleppo in Syrië en Mosul in Irak. Zo lijkt er een einde te komen aan een periode waarin ze in relatieve vrijheid konden leven. Maar juist nu zijn meer moslims dan ooit op zoek naar de Heer Jezus. Azië. Jarenlang kregen christenen in het oosten van Azië iets meer ruimte. Maar in het afgelopen jaar veranderde dat. Vaak is het de overheid die zich steeds strenger opstelt tegenover christenen die in veel landen duidelijk aanwezig zijn. In China, India en Maleisië ging de situatie er voor christenen zelfs ingrijpend op achteruit. Aanvallen en verstoring van kerkdiensten is in India aan de orde van de dag. De Chinese overheid worstelt met de vraag hoe ze met de kerk moet omgaan. In sommige delen van het land neemt de vrijheid af, maar elders groeit het besef dat het christendom inmiddels niet meer weg te denken is uit het immense land. Wees betrokken met onze vervolgde broeders en zusters. Vraag de ranglijst Christenvervolging 2015 aan. Hang hem op in uw kerk, wijkcentrum of bij u thuis. Ga nu naar opendoors.nl/ranglijst voor meer informatie.